met je mee. Dat gaat bergafwaarts. Ik zeg, oh. Nou, ik dacht daar zelf iets heel anders over. Maar ja, als zij dat zegt. Ja, wel drastisch. Ja, ik zeg, oh, nou, oh, dat is wel heftig dan. Ja, en als jij post krijgt, zie ik je altijd weer even opleven. Of als je familiebezoek bent, dan is het weer bam, zo naar beneden. En zo kan je zo... Meen je dit echt? Maar ja, als ik dit van een Jens moet horen, dan Ik heb dus wel bij een aantal mensen dat ik echt zo denk van... Je mag me aanspreken, is prima. Maar als ik kijk naar jou en dan ben je naar mij... Nou, I'm good, dat weet je. Is, dat, ja. Dus ik weet wel van wie ik hier wel en niet iets kan aannemen. En ja. In dit geval heb ik het aangehoord. 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 Ja. Ook ja. Aan. Ja, ja, daarom. Niet dat je die twee door elkaar haalt. Oh, god. DJ. Hey. Weet je wat me net te binnen schoot toen jullie aan het bellen waren? Want jij belt toch? Maar dan ben jij ook... Ja, laten we dat doen. Ja. Oeh. Oh, ik vind haar zo. Maar jij. Yes. Oh. Ben! Ik geworden. Eten gewoon. Oké. Nee, laat hem. Ja, zeg maar. Je kan alles tegen me zeggen. Ja, dan denk ik, irriteer me gewoon fucking erg. Oh, nog steeds. Ja, Jens. Natuurlijk. Dan denk ik, waarom zeg je nou? Is dat omdat je het voor je indirect voor je meisje opneemt en dat je dat vervelend vindt? Wat bedoel je? Nou ja, als iets mij niet aan haar aanstaat, dan geef ik haar natuurlijk een grote bek. Ik denk dat hij dat niet kan hebben. Nee, dat zou kunnen, maar dan moet hij dat gewoon zeggen, toch? Ja, maar dat zegt hij niet. Nee. Nee. Maar ja, het is natuurlijk heftig als je iemand niet kan uitstaan, dan zie je 24/7 met elkaar op elkaars lippen. Nee. Dat is jammer. Nee. Snap die gast helemaal niet. Hey, hallo. Komt ook alleen maar onzin uit. Een mooie broek. Goh, dit ziet er zo goed uit, jongens. Onze woest aantrekkelijke Iske. Ja, 64. Mails. Lekker. Adressen. Die gozer is toch. Ja, die is niet goed bij zelfs. Oh, oh, oh. Daarom. En gaat hij in één keer mij erbij betrekken? Ja, joh. Ik zeg gewoon. Dat hij zich druk maakt op mijn carrière. Nou, ik kom er wel. Hij zat heel hoog in zijn motor. Ja, ja. We hoorden hem, zijn stem. Hij is steeds bozer. Ja? In en uit de tas. Rustzichten. Wat zoek je? Wat? Zoek je? Beetjes. Hij kan eerst normaal communiceren. Hij werd helemaal gek, joh. Kun je de kaartjes kijken? 65 in je mailadressen. Meer kan jij een mailtje opstellen? Wat? Kan jij een mailtje opstellen met geachte relatie? Zullen we hem wel iets persoonlijker maken? Mariska. Ja? Weet jij waar bitjes zijn? Welke maat heb je nodig? Ik heb een zorgs nodig, maar dan een kleine. Best wel een kleine. Nee, een klein zweek niet. Groot wel. Een kleine tork? Wat dan? Ja, die tafel gaat uit elkaar schroeven. We kunnen hem wel persoonlijk maken, maar... Bijvoorbeeld dat we bij Bouma doen aan Jesper. Dat we het bij het vuur van het gooien doen aan Martijn. Ja, als je dan die naam weet. Bob, dan. Kunnen we ja. Dat doen? Ja, maar ik haal ze nu gewoon allemaal uit dit vandaan. Ja, jij bent de e-mailadressen nu aan doen, hè? Ja, alle e-mailadressen heb ik in Excel sheet zet ik nu. Oh, weet je wat ik ook nog naar me over kreeg? Dat ik heel erg egoïstisch ben. Ja, je bent heel egoïstisch. Ja? Denk alleen maar aan jezelf, zei. Ja, je doet gewoon. Mijn vader ook altijd. Ik ook. Ik ga kippenvat toen hij dat zei. Maar op alleen maar negativiteit. Ja, dan moet ik een huis. Maar dat zeg ik en daar reageer ik niet op, hè? Nou. Hij loopt niet voor niks met een vrije vogelzuur. Ja. Zei ik van de week, toen liep ik met touw in man naar de bar. Toen zei hij, ga je lasso werpen? Ik zeg, ja, ga jou vastzetten dat je geen vrij vogeltje bent. Ja. Hé. Hey. Nee, hij is niet goed, joh. Hallo, je ziet toch net ook bij de kisten. Bij de kisten loopt hij toch ook weg. Ik wil de tweede jas die hem bestellen. Hé, hey, hallo, ik kom in je kraam. Hé, hey, hallo. Wat? Hij liep bij die brief toch ook weg? Ja, jongen, het is gewoon echt een pannenkoek. Vreselijk. Ja. Een grote bek van je. Echt vreselijk. Als je allemaal zo'n grote mond hebt, iedereen hebt. Ja.
egoïstisch. En altijd als ik post krijg of bezoek heb gehad, dan gaat het zo met me. Het gaat nu bergafwaarts met me. Al maanden, hè? Kan hier niet uitstaan, blijkt. En ja, zo ga ik ook niet komen met presentatrice. Ja, dat hoor ik net van Jesse. Ja, dus ik heb Jens vriendelijk verzocht zich niet meer druk te maken met mijn carrière. En dat is eigenlijk gewoon goed met me gaat. Dat hij lekker naar huis moet gaan als hij zo gezellig is. Ja, en hij ging er weer bij halen dat ik hem een achterlijke mogol heb genoemd. In één keer verplaatsen die de discussie van met mij naar Marin. Ja, heel bijzonder. Ja, ik denk dat hij ons allebei niet kan uitstaan. Daarom. Dan heb ik toch echt heel moeilijk binnen. Nou, dat is heel mooi, want ik ken hem ook niet uit. Kan zijn gedrag niet uitstaan. Nee. Maar Gerrit, weet je wat het erg is? Ik zeg tegen hem, je bent alleen maar negatief. Daar reageert hij geen eens op. Omdat hij weet... Ik zei tegen hem dat hij alleen maar negatief was. Daar reageert hij geen eens op. Omdat hij weet dat ik gelijk heb waarschijnlijk. Nee, ik zei dat ik net tegen Irene. Ik zei wel... Wie vindt onredelijk, Jens of de andere? Dus ja, Merel vind ik onredelijk. Vroeg ik ook van, joh, ik heb een beetje het idee dat hij ook wat eraan schopt. Dat ik er dan niks van en dan moest ik met specifieke dingen komen. Ik zei, nou, Milena, het is toch wel zichtbaar, we weten toch allemaal wat ik bedoel. Ja, maar ik wil het gewoon weten van jou. Ik zei, nou ja, goed, hij schopt ook wel tegen. Bijvoorbeeld ook tegen die kisten, dan vindt hij bullshit. Alle dingen in de vergadering vindt hij bullshit. Ik ben alles bullshit. Ja, en toen zei ik van, joh, volgens mij is het gewoon dat hij heel graag naar huis wil. Omdat hij nu over dat heeft aanschroepen. Dan moest ik dat zelf maar aan hem vragen. Dus daar kon zij niks over zeggen. Ik zei, nou goed, ik heb wel de mensenkennis om te zien dat hij heel graag naar huis wil. Hij heeft dat tegen mij gezegd. Dat hij de boel gaat terroriseren en tegenhouden. Op het moment dat hij naar huis wil. Dus ja. Ja, dat zei je net ook. Want kijk, ik mag me niet meer met Jens bemoeien. Ik zeg, ik wil me ook niet met jou bemoeien. Ik zeg, maar als jij nalatig bent, waardoor ik in de problemen kom, ja, dan ben ik wel genoodzaakt om me te bemoeien. Maar wat is eigenlijk het probleem? Jij of dat ik zo tegen jou doe of tegen Milena? Want dan kan hij natuurlijk gewoon jij. Milena elke keer de bek en douw geeft. Ik kan gewoon die onzin van haar niet meer aanhoren. Ja, nee. En dan zeg ik daar wat van. Nee, en ze heeft alleen maar grote bek, maar ze doet de hele dag haar moer. En ze heeft alleen maar een grote bek als Jens erbij is. Als Jens er niet bij is, dan durf je niet, omdat ze weet dat hij haar altijd bekt. Nou ja, voor mij mogen ze met z'n tweeën kijken, maar